feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Hallo allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. Sorry dat het heel laat is, maar ik had bezoek, dus ik kon niet gaan opnemen. Dus het ging een beetje moeilijk. Dus ik heb al dinsdag opgenomen, maar is morgen woensdag al aangekomen. De volgende dag, omdat dit een beetje te laat was. En dat soort dingen. Maar de update komt gewoon morgen. Kan ik gewoon opnemen, dat is niet zo'n probleem. Spijt me daarvoor. En ja. En wat vonden jullie van mijn kanaaltrailer wat ik had gemaakt? Dus ja. Ja, ik vond het weer tijd. Oh, klik op nee. Ik vond het weer tijd om nieuwe te maken. Dus ja. Zoek de blad van Waterlelie bij het Riet en Veerendeel. Oké, ik weet waar het is. Dat is niet zo heel erg moeilijk. Ja, oké. Begin van de video. Bam, ga ik hem stoppen. Oké. Ik weet ongeveer waar het is. Ongeveer. Oh, hier niet. Dan is hij boven. En dan is hij hier. Ik denk het wel dat hij hier. Wow, ergens moet zijn. Hè? Nee! Nou. Ja, zwemmen. Geweldig. Hè, moet ik hier ergens zijn? Of ben ik nou gek aan het worden? Ja toch, moet ik hier ergens zijn? Oké, even goed kijken dan. Ah, niet aan de water vallen. Ja, zie je. Moest hier ergens zijn. Oh. Nou, kijk. Ik probeer hem enteren. Oké, ik hoor gelukkig geen water meer. Dat scheelt. Ik weet dat die andere ligt, dat weet ik nog. Dat ligt in de buurt van de. Ligt bij de buurt van Mario in de buurt. Maar het zit helemaal bij Mario, maar iets daarvoor. Ja, stop ik even bij je koe. Ja hoor. En ik heb ook niet meer getraind en zo. Oh, kom op zeg. Daar word ik toch panisch gek van. Ik heb geen lijk of zo, maar. Ja. Oké, waar is die pad ook alweer? Oh, daar, laat me zitten. Ik heb die pad al gevonden. Hier, daar in de buurt. Tada! Op het begin moest ik ook even zoeken op Phoebe, dus ja, dan moest ik ook niet eventjes waar die lag en zo. Maar gelukkig had ik hem toch gewoon gevonden. Ik ga lekker zo, ik snijd het eventjes af. Ik kan niet wachten tot ik de Lisa quest kan filmen. Die wil ik echt zo graag filmen.
Oh, dat dus. Oké. Okay. What the hell? Wee, even springen. Oké. Oké, ik moet nu naar Figgerhof toe. Lekker met de trailer en ik word helemaal gek van een paard die steeds stopt. Ja, als ik bezoek heb, kan ik niet filmen. Dan moet ik onderblijven, namelijk. Oh, ik wou net zeggen. Laat me toch niet in de steek, hè? Wat nu? Oh mijn god, geweldig. Ik doe deze bloemen dan maar. Met een klokje, had ik al kunnen weten dat ik een klokje zou krijgen. Deze. Ja, sorry, ik moet even reageren. Ja, Skype en zo. Ik heb even gezegd dat ik ben op wat nemen. Dus ja, je kunt hem even niet gaan bellen. Ik heb even via mijn telefoon gedaan. Anders moet ik weer op pauze zetten. En daar heb ik even geen zin in. Ik hoorde dat deze paard uitgetraind was. Voordat ik mijn shire uittrainen. Of een ander paard die ik nog heb. Dus ja. Oh, want denk ik nee. Oké, dat gaan we eventjes doen. Ja, ik haat het. Deze reputatie is best wel saai. Ik krijg je eigenlijk bijna niks voor. Dus ja, dan film ik dit ook niet. Oh. Oké. De lopen. Zo. Oh daar. Up. Dat is saai, maar ja, iemand moet het doen. En nu ben ik klaar. Gelukkig. Nou, ik hoop dat jullie niet erg vinden als de video wat korter duurt of zo. Ja, fijn. Dit vind ik echt heel fijn. Kun je dat gaan doen?
Maar reputatie van de... Oh, die moet ik stoppen. Reputatie van de tuinmaker wijn, van de wijnmakerij, sorry. Ik hoef even op mijn woorden. Dat is echt altijd zo saai. Gelukkig heb ik het altijd bij Phoebe snel afgerond. Ik heb altijd eerst de reputatie afgerond en na de andere ging ik altijd zo verder. Tot ik alles had gedaan. Maar nu heb ik geen reputatie meer aan Phoebe. Alleen maar trainen. En soms is dat saai. Oh, ik moet morgen terugkomen. Wauw. Geweldig. Oh, we moeten naar hem toe gaan. Wel lekker de palenmarkt. Hoe mij nou? Paaltaxi. Niet te geloven in mij. Ja, ik heb er gewoon op niet in mijn hoofd. Ik heb de schaduw even niet aangedaan, want die vond ik wel leuk bij de trailer. Dus ja. Vond ik het wel leuker. Sommige mensen vonden ook wel heel leuk van de reactie. GTA, serieus? Ja, serieus. Dat doe ik ook. Ik film niet al elke keer, maar dat doe ik gewoon om een broodje te helpen. Die is zelfs ook een YouTube-kanaal, maar ja. Hij was vroeger gehackt geweest, dus ja, daarom help ik hem eventjes daarmee. Waar staat hij? Oh, daar. Daar staat hij dus. Oké. Okay. Wat een rare muziekje. Oké. Okay. Dat zag er echt heel stom uit, maar ja. Oh, strakke trek, oké. Okay. Trekken. Oh, en dan die. Dit kijk wat ik allemaal gehad heb. Wow, eerlijk gezegd wel grappig als je hem aantrekt. Vind ik dan. Oh, dat was het. Oké, okay, goed zo. Moet ik die gaten gaan dichten? Paaltaxi. Sorry mensen, ik moet dit even doen. Want anders word ik steeds gevraagd en zo. Ik moet zo, nou ja. Oké, kan ik weer terugrijden. Maar ik heb wel even XP voor zo te zien. Ja, klopt. Ik heb er een paar lantaarnpaal op hoor. Ik weer. Ik heb soms echt zo'n... Wauw, meer IJslander. Knun. Ik hoop dat ik hier ook op een negatieve vlek kan. Dat hoop ik echt. Zo niet, dan ga ik huilen. Nee, hapje. Nee, ik ga niet huilen. En spring! Oh, ja, mis. Dat is geweldig. Altijd misspringen.
Normaal gebeurt dat altijd bij mij. Maak de gaten. Oké, dat gaan we eventjes doen. Nou, ik zie er een beetje stom uit, maar ja. Dat is een circus. Ik ben niet zo van circus type. Oh, daar zit nog één. Even kijken. Oh, niemand deelt het ding mee. Ik heb een command. Ik weet niet waarom ik hier aan mijn hand heb. Nou, ligt zeker aan mij. Loop wel lekker gewoon langs. Dan hoef ik niet lekker niet overheen te springen. Hang de vlaggen. Oké, de vlag ophangen. Kun je dat zelf niet doen? Nee. Ik vind die vlag echt lelijk. Dat is mijn mening. Maar ik weet niet of jullie dat ook vinden. Weet ik niet. Zou ik wel heel weten als jullie dat ook lelijk vinden. Hè? Oh, wat voor een van de club. Hallo! Hey, hallo! Wie is dat? Oh ja, een van de club, ja, toch? Ja, een van de club. En het is level 6, dus kan ik dat veranderen? Waar staat ze? Hier. Want ze is starrijder namelijk. Oh, oké, dat ziet er een beetje raar uit. Plaatsang! Nee, weer een klokje. Ah, ik heb alleen maar klokjes. Dat is fijn. Ik maak video's van. Ja, ik ook. Nou, wat gaan we nou eventjes doen? Hebben we reputaties om te doen? Even kijken of we dat kunnen doen. Ja, dat is saai. Jalle hem je ik stallen. Ik ga even kijken, we gaan even kijken wat we kunnen kopen. We gaan even lekker iets dingen kopen. Misschien kan ik iets van de club of ja, clubsetje kopen en zo. Dat soort dingen. De broek kan ik nu niet kopen, maar moet level 15 voor zijn. Dat weet ik wel, maar de halster weet ik niet. Of de teugels, dat weet ik niet. Of die kan nu kan kopen. Dus daar ga ik even kijken. Namelijk.
En daarna de video ga ik mijn let's play even bewerken. Maar ik denk dat het wel... Nou, schiet nou op. Oh, hehe. Zo, gaan we even lekker even shoppen. Nee, die wil niet vallen. Nee, nee. Ho, oh, gelukkig. Ga lekker dat meneertje even pakken. Dan zet ik mijn paard even hier. Zo. Zie dat dingetjes wat hij nu aankomt. En pak je buskaart. Zo. En dan kan je met de bus. Oké, we gaan even de, naar de hostel kijken. Dat is een verkeerde knopje. Oké, we gaan eventjes kijken of ik de... Oh. Oké, ik hoor hiermee even lag. Oh, ik moet level 15 voor zijn. Kijken of ze iets van paas hebben. Ja, dit. Ja, ik wou gewoon... Oh. Fucking hell. Sorry mensen, ik klikte op een verkeerde knopje. Wees viel die weg. Kijk wat we kunnen kopen namelijk. Ik ga geen nieuwe zaden kopen. Ja, dus mijn, ja, ik heb Sky, maar ik geef niet zomaar uit. Want dan vraag ik me de hele tijd van, kom je Skype? Ja, ik kom zo. Mag ik even wat afmaken? Dankjewel mensen. Een broek. Een zwarte broek. Oh, serieus, een bus? Wow, wat gebeurt daar? Wow, wat is dat steeds? Ik zie dit wel beeld. Oh, die schoenen vind ik echt zo leuk. Ja. Maar ik ga eens mijn slakkoes kopen. Want ik wil heel graag op dit account een fjord kopen. Een vries. Dus ja, daarom koop ik eventjes niks. Tja. Met stakkoens. Want ik wil eerst een fjord. Of misschien is het de eerste vries. Moet ik even kijken. En daarna koop ik een fjord als ik daarheen kan gaan. Dus ja. En misschien ga ik op dit account deze kopen. Of deze.
Maar de Lipizzaner ga ik pakken van de Epona. Dus ja. Dat ga ik ook de Epona paardje pakken. Dat paard vind ik echt zo lelijk, dus ik hoop die niet. Ja. En ik ga de nieuwe ABR kopen, die bruine. Oh hey, zit in mijn video. Ik weet niet hoe ze heet. Beatrix of zo? Beatrix zo? Ja, ik weet het niet hoe je dat schrijft. Zo dus. Ik denk dat ik het goed heb geschreven. Zo niet, dan weet ik het niet. Oké, wat gaan we eventjes doen? Leden zoeken. Ik wil niet een heel erg lange video maken. Oh, is level 13. Zal ik aan een club vragen? Ja, ik doe het gewoon. Zo. Jullie kunnen nog steeds in mijn club. Jullie denken al lang gezien, dus ja. Jullie kunnen gewoon... Oh, ik wil die spullen ook nog kopen. Ik hoop dat ze nog langer blijven. Als ik level 15 ben, kan ik ze allemaal kopen. Dus ja. Oh, ik wil zo'n diertje kopen. Wat katje in dat ding. Even kijken. Ik wil hier gewoon iets nieuws kopen. Ja, dat is een beetje donker paars, maar... Nou ja, ik spaar gewoon eventjes. Dan... Kijk of ze ook iets leuks hebben. Zo te zien. Oh, die heb ik ook. Nee, ik koop eventjes niks. Even. Want ik wil graag de broek nog kopen. Deze broek. Wacht, kijk op, ja. De zwarte spijkerbroek, maar ik heb nu deze broek nu. Ik kan niet echt goed laten zien. Wacht even. En de paarse teugels. En misschien in de toekomst ga ik de Moreland setje kopen. De halster en de zadel. Die ga ik dan kopen. Dus dan is hier dan einde van de video. Ik hoop dat jullie het wel leuk vinden. Als jullie vragen hebben, dan mogen jullie het altijd doen. Mijn website staat in de banner van mijn kanaal. Dus dan kunnen jullie daarop klikken. Ik heb Twitter, staat er ook bij. Mijn Facebookpagina. Ik heb een Facebookpagina. Kunnen jullie dat allemaal in de banner. Dat heb ik ook in mijn beschrijving gezet en zo. Dus ja, dan kunnen jullie daarop kijken en me volgen. Dat zal wel heel leuk zijn. Als jullie me kunnen jullie me altijd zien wat ik allemaal doe. En dat soort dingen. Dus ja. En ook bedankt voor de 225 abonnees. Daar ben ik echt heel erg blij om. Maar niet steeds vragen aan mij van wanneer ga je de Defender houden. Ik ga pas de Defender houden als ik de 500 abonnees heb gehaald of de 1000. Eén van die twee. Ik denk dat ik het bij de 1000 doe, denk ik. Maar misschien doe ik wel bij 5 of iets anders. Dus dan zie ik jullie de. Ja. De volgende keer weer. Dus. Doei! There's no heart beating inside your chest. It's vanished.